In verband met Werelderfgoeddag vandaag heeft de UNESCO opgeroepen om het bewustzijn over het gedeeld erfgoed te versterken. Erfgoed geeft mensen hun identiteit en maakt het mogelijk dat we kunnen vasthouden wat ons onderscheidt van elkaar, maar ons tegelijkertijd verbindt met elkaar, laat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur optekenen. Gezien de mens nu onzekere tijden meemaakt vanwege conflicten, milieurampen en nu een gezondheidsramp, is het van groot belang om ons cultureel erfgoed te koesteren. De UNESCO spreekt haar bezorgdheid uit over de verslechterende relatie tussen culturele groepen. Suriname is in 2017 gestart met de rehabilitatie van de binnenstad van Paramaribo, die door slecht onderhoud in verval dreigde te geraken.